Nou, we staan hier op het fieldlab van de boerderij van de toekomst. 25 hectare akkerbouw. En ik zie aan deze kant de stroken van 3 meter breed en aan die kant de stroken van 22 meter breed. Koen, waarom hebben we die keuze gemaakt? Ja, het zijn eigenlijk inderdaad twee losse systemen geworden. Eentje met 3 meter stroken. Dat is wat beter voor de biodiversiteit. De gewassen die interacteren ook met elkaar. Daar zijn die 3 meter stroken veel beter voor. Ook de natuurlijke vijanden bijvoorbeeld van de luizen die we bijvoorbeeld in de veldbonen al gezien hebben. Die kunnen nu ook schuilen in de andere stroken. Dus ja, daarvoor zijn die 3 meter stroken heel goed, omdat de insecten hoeven dan niet zo'n grote afstand af te leggen. Bij de 22 meter stroken, die hebben we eigenlijk erin gedaan richting de praktijk, is dat gewoon wat makkelijker behandelbaar. Het ligt ook expres in duo's, dus telkens 2 gewassen bij elkaar, terwijl het hier allemaal door elkaar ligt. Dat is, qua werkwijze is dat gewoon wat makkelijker. Het is een halve spuitboombreedte. Ook qua beregening bereg je dan maar 2 gewassen in plaats van dat je per se hier alles moet beregenen. Nou, het principe van dit bouwplan is eigenlijk redelijk eenvoudig. We hebben gekozen voor een maximum van 50% rooigewassen. In Flevoland zijn dat vaak de aardappelen, de uien en de peen. Nou, die telen we voor de helft van het bouwplan. Het bouwplan is 1 op 8, 2 keer aardappel, peen en ui. Afgewisseld met dus 50% rustgewassen, tarwe, gerst, grasklaver en veldboon. Koen, we gaan in dit boerderij van de toekomst ook het nodige doen om de biodiversiteit te bevorderen. Wat doen we op het bedrijf en wat doen we, is de bedoeling, om het bedrijf? Nou, zoals je ziet hebben we hier op het veld verschillende bloemenstroken en ook kruidrijke grasstroken erin. Die bloemenstroken zijn permanent, dus die blijven gewoon heel het seizoen en meerdere seizoenen achter elkaar staan. Je moet zorgen voor de bloemen die insecten lokken, zodat die ook de veldbonen kunnen bevruchten. En natuurlijk willen ook gewoon alle insecten toch beschermen, omdat we die gewoon heel hard nodig hebben. Nou, daarnaast proberen we aan te sluiten op de ecologische infrastructuur hier in de buurt. Daarnaast is het natuurlijk ook, geeft het een heel mooi beeld als je hier langs rijdt, al die stroken die je dan ziet. En het is iedere keer weer ontzettend leuk om langs te rijden. Het ziet er gewoon veel gevarieerder en veel mooier uit, vind ik. Nou, we proberen hier op het bedrijf ook rekening te houden met de bodemstructuur. Daarvoor hebben we nu gekozen om voor onbereden beddenteelt. Dus dat we eigenlijk alleen over de vaste rijpaden rijden en niet meer in het gewas zelf. Ja, waarbij de grootste uitdaging ten opzichte van de praktijk is denk ik dat we van rijpaden gaan oogsten. Heel veel rijpadensystemen in de praktijk die stoppen daar ongeveer. En dan gaan we toch met zware machines het land in. Dat willen we hier echt voorkomen. Dus de oogst van alle gewassen willen we vanaf rijpaden gaan doen. Om het maximaal effect te krijgen. Koen, kun je iets vertellen over hoe we hier de bemesting en de samenwerking met de veehouder hebben opgezet? Het is een vaste relatie met een melkveehouder. Hij krijgt van ons het gras klaver en stro en ook de gerst wordt als voer gebruikt bij hem. En daarvoor in ruil krijgen wij weer mest terug van die veehouder, wat we dan hier weer kunnen gebruiken om de gewassen te bemesten. Ja, daarmee sluiten we dus eigenlijk de kringloop met de veehouderij. Dat is gewoon onderdeel van het bedrijf. Een heel vernieuwend stuk is dat we proberen de kringloop met de mensen, met de consumenten sluiten. De landbouw raakt uiteindelijk via zijn voedingsproductie, zeg maar, een heel deel van de nutriënten kwijt die niet meer terugkomen in de landbouw. Onze opgave is om dat wel te gaan organiseren. Dus we gebruiken bijvoorbeeld GFT-compost als humane reststroom. De boerderij van de toekomst is ook een platform waar bedrijven worden uitgenodigd om met ons mee te denken, maar wij kunnen ook met hun meedenken over innovaties en bijvoorbeeld nieuwe machines, nieuwe rassen, andere teeltsystemen die je hier heel goed zou kunnen ontwikkelen in een praktijksetting en waar je onderzoekers beschikbaar hebt om hun kennis te benutten om tot een beter concept te komen. En je kunt het hier laten zien, hopelijk binnenkort weer, aan een grote groep bezoekers, want die verwachten we de komende tijd zeker. Want ja, we willen ook graag met die boeren in gesprek gaan om ook met hun in discussie gaan van wat kan er nou beter? Hebben jullie nog ideeën van hoe we het systeem nog beter kunnen maken? En dat we ook van elkaar kunnen leren, dat zij van ons kunnen leren, maar wij ook van hun zeker.